Sjaak, je hebt net gesproken op die foto. Hoe vond je het in het kort? Ja, ik vond het super mooi om te doen. Echt geweldig mensen en goed georganiseerd. En, ik heb echt het gevoel dat iedereen daar ook gewoon met God bezig is. En dat is gewoon sowieso fijn om deel van uit te maken. En het was een van je eerste keren dat je sprak op dat? Ja, ik heb een hele tijd terug ook een paar keer gesproken. Ik denk iets van 3 keer of zo. Maar dit was sinds een lange tijd weer dat ik het weer een keer deed. En hoe is het nou om zelf op het podium je eigen verhaal te kunnen vertellen? Ja, het moet nu ook in ieder geval meer bij jezelf vandaan komen. Omdat je niet geïnterviewd wordt, maar gewoon iets gaat vertellen. En je probeert natuurlijk zo goed mogelijk je verhaal te doen. En te vertellen wat je hebt meegemaakt. Op zich vind ik het soms best echt wel spannend om gewoon te doen. Spannender om bijvoorbeeld een T af te rijden of zo. Dus ik vind het wel... Vergeleken met nu met vorig jaar toen ik dat deed, was het wel het idee dat ik wat rustiger was aan het begin. En wat beter mijn verhaal kwijt kon, zeg maar. En ik ben blij dat ik ook wat meer stukjes uit de Bijbel heb meegenomen. En merk ik dat ik daar ook wel wat in begin te groeien, dus dat is wel mooi. Ben je van plan om dit vaker te gaan doen? Ja, zeker. Als ik gevraagd word, dan wil ik daar wel echt wat mee doen. Aan de andere kant wil ik ook proberen eerst nog wat meer te verdiepen in de Bijbel. En misschien wat meer kennis ook opdoen van wat God in zijn woord zegt ook. En weet je, de mensen met wie je schaadt en zo, hè, je collega's, weten die ervan dat je spreekt in kerken? Ja, ik heb, het is niet zo dat ik dat in de rondte ben zijn of zo. Maar ik heb het, als we het over het geloof hebben, dan komt het ook wel eens te sprake. En dan zeg ik, ik doe ook wel een getuigenis geven in een dienst of zo. Dan, En hoe reageren ze daar dan op? Want je zei in je preek inderdaad dat het soms een heel andere wereld kan zijn. Ik kan me zo voorstellen dat ze echt zoiets hebben van, dat jij dat doet? Ja, nou, dat is af en toe wel zo, dat ze een beetje verbaasd zijn. Aan de andere kant is het ook wel gewoon leuk om daar dan over te praten. Dus het valt me eigenlijk heel erg mee toen ik tot geloof kwam hoe mensen daarop reageren. Heel vaak ben je er heel bang voor en denk je van, het zal wel heel gek zijn allemaal, maar heel veel mensen zijn echt geïnteresseerd. En als je gewoon je verhaal doet hoe het allemaal is gegaan, dan hebben ze daar best wel respect ook voor. En zijn ze daar echt in geïnteresseerd, zeg maar. Terug naar het schaatsen. Wat staat er voor nu allemaal op het programma nog? De zomer beginnen weer aan te breken. En we zijn met onze ploeg bezig om alles voor het nieuwe jaar voor elkaar te krijgen. En aankomend weekend ga ik voor het eerst weer op trainingskamp, 4 dagen. Dus de zomertraining beginnen weer veel fietsen en lopen, skileren, krachttraining. En wanneer kunnen we weer zien op tv dat je gaat schaatsen? Dat zal eind oktober, begin november zijn met NK afstanden. Okay. Nou, namens die valt heel veel succes en ongetwijfeld ook weer tot ziens. Ja, hartstikke bedankt voor de fijne avond. Graag gedaan. Hoi.